Welkom Esther Didden, coördinator projecten bij het Evenshuis. Culturele project is het hele woord. Hè? Laten we eens beginnen met de moeilijke tijden voor het Evenshuis. Zojuist heeft de gemeenteraad besloten opnieuw een onderzoek te doen naar de toekomst van het Evenshuis. Hoe lastig is dat voor jullie? Nou, laat ik voor mezelf spreken. Ik vind het best wel heel erg lastig. Maar de werkelijkheid, of de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat in de 5 jaar dat ik nu bij het Evenshuis werk, het nog niet anders is geweest. Er is altijd wel wat rumoer rondom het Evenshuis. Ja, ja, daarmee zeg je eigenlijk dat dit je niet bijzonder extra verontrust. Dit is gewoon een fact of life waarmee je moet leven dus. Als je in het Evenshuis werkt wel. Ja. Ja. Er zit altijd een soort frictie op. Of ik voel dat het Evenshuis, en dat hoor ik ook, door de inwoners ongelooflijk gewaardeerd wordt. Maar politiek is dat gewoon echt wel, ligt dat anders. Ja, ja. Naast het financiële gedoe is er ook nog corona. Het gebouw is alweer maanden dicht. En dan ben je cultureel coördinator, hè, voor de projecten die je in het nieuwe jaar moet opstarten. Hoe lastig is dat, Esther? Nou, dat is echt, kan ik zeggen, lastig. Omdat we hadden een... ik boek de voorstellingen. Ik maak de programmering, zeg maar. Dus de theatervoorstellingen die we aan het publiek willen laten zien. Die liggen al heel ver van tevoren vast. Ik werk meestal toch zeker een jaar vooruit. En voor afgelopen theaterseizoen lag er een klinkend programma. Waarvan we, geloof ik, er 6 of 7 daadwerkelijk hebben kunnen laten zien. Maar ik ben wel heel druk met al die voorstellingen. Want dan denk je, nou, misschien kan het over 3 maanden wel. Dus ga je een nieuwe datum prikken samen met het impresariaat. Dan laat het impresariaat je weten dat de artiest bepaalde kosten toch niet durft te maken. Dus dat de voorstelling soms wel 1 of 2 jaar wordt uitgesteld. Dat er nieuwe producties niet gemaakt worden. Dat ze niet kunnen optreden voor slechts 30 man. Dus of ze 2 keer op een avond kunnen spelen bij ons. Afgelopen jaar heb ik alleen maar onderhandeld. En het gaat niet over de inhoud van een voorstelling. Nee. Het Evenshuis krijgt natuurlijk een subsidie. En ontleent daar bestaansrecht uit. En heeft daarmee ook een bepaalde zorg niet. Dat geldt voor de impresariaat niet. Die bestaan bij de gratie van het verkopen en tonen van voorstellingen. En ja, daar zijn harde klappen gevallen. Ja. Nou, leven we inmiddels in mei, juni en staat het nieuwe seizoen voor de deur. Het lijkt erop dat het allemaal wat soepeler gaat in het leven. Corona wordt wat teruggedrongen, we krijgen prikken, er komen dingen op gang. Ja. Wat betekent dat voor jouw programma? Heb je weer een programma kunnen maken? Ja, maar het is een heel groot deel wat ik anders afgelopen jaar had laten zien. Ook omdat er dus geen nieuwe producties worden gemaakt. Dat durfden mensen in coronatijd niet aan. Er zijn prachtige voorstellingen gemaakt en die zoeken nog publiek. Alleen is het dus een jaar later. Ja. Dus er ligt weer een prachtig programma. En 18 juni gaat dat online. Ja, maar dan zijn wij altijd nieuwsgierig. Waar Bodegraaf in ieder geval altijd heel erg voor warm loopt, is Marja van Katendrecht. Een soort Rotterdamse. Ja, wat is het? Ze vindt cabaret eigenlijk opnieuw uit. Ja. Je weet wie het is? Ja. Ja, en zij komt met haar nieuwe show. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. We hebben wat jong talent. Bijvoorbeeld een Rosa de Silva. Maar ook Soundos. Dus meer vanuit een andere achtergrond. Hoe ze Nederland zo beziet. We hebben een Rotterdamse band die nou echt wel een feest kan bouwen, Okobar. Jeetje, ja. Klinkt gevarieerd, Esther. Ja, dat sowieso, ja. Hè. Dat voor iemand wat wil. Ja, volgens mij wordt het weer goed en mooi. En ik snak naar een voorstelling. Dat snap ik. Ja. Hoeveel voorstellingen denk je te kunnen geven? En mits en maar kennen we, maar wat is je planning? Ja, op dit moment zit ik rond de 35. Dat is iets minder dan wat we normaal gesproken doen. Maar we hebben er nu voor gekozen om ook nog wat spontaan eventueel te boeken. Als het straks allemaal weer een beetje genormaliseerd is, komt ook bij jonge makers dat vertrouwen wel terug.
En dan gaan ze wel weer dingen maken. En is het heel fijn als er ook nog ergens een podium is. Daarnaast ben ik natuurlijk niet naïef. En denk ik ook, we hebben ook bijvoorbeeld een fantastische voorstelling waar 7 muzikanten op het podium staan. Die staat gepland voor oktober. Een ode aan Billy Joel. Ik weet niet heel zeker dat als we nog maar 30 mensen mogen ontvangen, of 45 op basis van 1,5 meter, dan gaat deze voorstelling niet door. We moeten helemaal überhaupt iets flexibeler erin staan. Maar dat biedt ook kansen. Het is altijd mooi om dat te zeggen. Hè? Kansen zijn er. Ook lokale organisaties maken natuurlijk gebruik van het Evenshuis. Ik denk aan toneelverenigingen, koorden die hun voorstellingen houden. Staan die ook weer op het programma voor 2021-2022? Ja, absoluut. En die benaderen we altijd al heel vroeg. En dan geven ze gewoon voorkeurdata aan. En daar houden we rekening mee. Ja. Zijn ze belangrijk in de programmering? De lokale culturele instellingen? Nou, ik vind wel dat het Evertshuis hen plek moet bieden. Maar ik heb niet het gevoel dat ik ze programmeer. Zij horen zeg maar gewoon bij mijn instrumentaria. Dus ik benader hen en dan zeg ik, joh, jullie jaarlijkse voorstelling, wanneer zou je die willen? Voor hoeveel dagen gaat het? En die blok ik voor hen en die zijn van hen. Het Evertshuis is dan van Flashback of van LTO en het is hun feest. Komen er dan mensen in het Evertshuis die anders niet komen? Ze komen wel omdat de buurvrouw dan daar optreedt. En ze zijn nog niet gewend om zomaar even een kaartje te kopen voor een aanstormende cabaretier. Maar het kan misschien net weer een drempel zijn. We zijn er voor iedereen. Ja, blijf positief. En ik hoop dat je dat ook blijft over de toekomst van het Evershuis. We begonnen dit gesprek met al jaren durende onzekerheid. Wat is jouw visie? Gaat die onzekerheid ooit verdwijnen? Of denk je, dit is gewoon waar we mee moeten leven. Dit is wat het is en daar gaan we nog jaren mee door. Nou, het lijkt wel een soort grondhouding in het Bodegraafse. Maar het Evershuis... Ik kan me niet voorstellen dat het verdwijnt, omdat het zo'n verbindende factor is. En zo'n ontmoetingsplek. En zo gedragen wordt eigenlijk ook door inwoners. En dat geluid laten we wel meer horen, omdat dat vanzelfsprekend is. Dat mogen we niet vinden, zeg maar. Dus we besteden daar nu ook wel veel meer aandacht aan. Nou ja, je hebt ook een gigantische actie op touw gezet. Toen met al die handtekeningen in de krant. Zeker, het Evershuis leeft. Er zijn veel mensen heel blij mee. Ik verwacht dat het Evershuis in ieder geval zijn culturele poot mag houden. Omdat het is gewoon heel erg nodig. Ook op zo'n schaalgrootte van Bodegraven Reeuwijk is het geen luxe. Het is een plek voor ontmoeting, voor een collectieve ervaring. Ja, het biedt eigenlijk zoveel. Maar het is natuurlijk wel, cultuur is altijd een beetje lastig om te verdedigen als waarde, zeg maar, voor een samenleving. En nu loop je daar bij wijze van spreken ook een beetje tegenaan. Zelf is de C van cultuur in mijn leven ongelooflijk belangrijk, omdat het mij helpt bij levensvragen of bij onderwerpen die voor mij op bepaalde momenten actueel zijn. Ik zou niet zonder kunnen. En ik denk dat voor ontzettend veel mensen geldt. En dan hoef je niet, zoals ik, elke week in het theater te zitten. Maar af en toe even je perspectief laten kantelen. Dat je denkt, jeetje, zo kan je er ook tegenaan kijken over iets wat eigenlijk heel zwaar is. Heel hard lachen. Ik vind dat een niet te overschatte waarde in een samenleving. Dus ook voor deze gemeente. Esther, we gaan het allemaal meemaken. Jouw lot ligt deels in de handen van de politiek. En wat je zelf kunt regelen, regel je volgens mij wel. Ik wens je daar veel succes bij. Dank je wel. Tot ziens. Tot ziens.